Kinderen van 8 verschillende weken zijn vrijdag en zaterdag vaardigheden bijgebracht om het nieuwe schooljaar binnen te treden. Dit was de bedoeling van het Back to School evenement op de Koenderschool, georganiseerd door Stichting Rumas. Volgens directeur Emmy Hart is het belangrijk dat de kinderen van deze wijken ook de kans krijgen op een leuke dag. Wijken Vrieman Grove, Flora, Winti Wai, Winti Wai van Dijk. We hebben 8 wijken en we zijn heel erg blij dat we de kinderen 2 dagen hebben kunnen entertainen. Maar niet alleen, het heet Leri Nanga Prisiri. Want we hebben de kinderen tools bijgebracht voor het nieuw schooljaar. Zodat al die kinderen die hier staan, equipped de school kunnen binnenstappen. Niet alleen wat kennis betreft, maar ook de waarde respect, de waarde samenwerking hebben we ze aangeleerd. En het mooiste is, in deze tijd is het ons gelukt om voor elk kind een schooltas met inhoud aan ze te geven en een uniform. Dat is top voor ons. Hart zegt verder dat er vanuit elke wijk 20 kinderen mochten meedoen. Dit aantal is uiteindelijk veel groter geworden. Desondanks is voor al deze kinderen een schoolpakket samengesteld. Het bureau Gemeenschap Projecten heeft ons ondersteund. We hebben al 3 of 4 projecten met ze gedaan. We zijn naar Atjoni gegaan. En in Atjoni hebben we 2 weken lang getraind voor het examen. Het examen ligt er ook niet om, de uitslag. We hebben alleenstaande moeders getraind. En vandaag hebben we vakantieschool hadden we vorig jaar. En dit jaar weer vakantieschool. Dus we zijn dankbaar. Los van dat we zelf geld gaan zoeken, is dit ook wel mooi dat wij de steun hebben gehad van bureau gemeenschapprojecten. Ongeveer 200 kinderen in de leeftijdsgroep van 8 tot en met 15 mochten meedoen met het Back to School evenement. Voor deze groep is volgens Hart gekozen omdat die in de puberteit zitten wat veel invloed heeft op hun gedrag.